Wie is er afgekomen op het reggae element? Wie is er afgekomen op het soul element? Dus de Sabrina die jullie al kennen. Of wie is afgekomen? Oh, allebei. Kijk, dat is nou het antwoord dat ik wilde horen. Sabrina Starke is groot geworden met soulmuziek. Maar met de show The Soul of Reggae staat ze op het podium met een andere grote muzikale liefde. Ze begon haar carrière als backing vocalist van de reggae band Equal. Ik heb altijd gezegd van, het lijkt me nog zo tof om een keer die muziek weer te performen. Om gewoon weer op het podium te staan met die prachtige muziek. En iedere keer als ik dan naar een show of whatever, dan sta ik daar en denk ik van, oh, ik wil nog zo graag die muziek een keer doen. We zijn nu in beurt. De band is aan het opstellen en we gaan zo meteen soundchecken. Dus het is ontzettend spannend. Ja, als iets te luid is voor jou, kan je het ook zachter zetten. Bijvoorbeeld als de gitaar te luid is. Maar als we zo meteen gaan spelen, dan ga je horen wat te veel is of wat of je zelf harder moet. Maar voor mij is het verlopen nu goed hoor. Voor mij is het verlopen nu goed. Er zijn zoveel elementen aan reggae die prachtig zijn. Het is positieve muziek, het is liefdevolle muziek. Het is muziek die je eigenlijk bijna in trance zou kunnen brengen. Het is muziek die je echt raakt. Het is laid back, het is go with the flow. Dus vooral voelen. Vooral voelen waar de muziek je mee naartoe neemt en dan gewoon meegaan. Oh ja, guys, ik ga in die andere kleedkamer. Omdat anders moet ik... Dan wil ik je wel een brasa geven voordat we beginnen. Ja, dat doen. Ja, zeker. Wat leuk. Sabrina werkt als ambulant jongerenwerker in de Beverwaard. Ze besloot haar baan op te zeggen en haar droom achterna te gaan. Het was voor haar een onzekere keuze. Je wilt iets, je hebt een droom, maar... of dat ook echt, of je ook echt ontdekt gaat worden of je ook echt dat kan omzetten in een carrière, in een langdurige carrière. Dat is hard werken en dat blijft hard werken. Dat harde werken heeft zijn vruchten afgeworpen. In 2006 won ze een talentenjacht en mocht ze optreden in de Apollo Theater in New York. Ze won de Music Matters Award en in 2008 kwam haar grote doorbraak met haar album Yellow Brick Road. En Do For Love was de eerste single en we konden in De Wereld Draait Door dat nummer performen. En dat viel in de smaak. Het album werd platina en de single Do For Love een grote hit. In de eerste band waar ze in zat, Equal, leerde ze haar beste vriendin Simone kennen. We zijn naar Suriname geweest ook. Met die band was ook heel tof. We hebben echt veel meegekregen hoor. Toch zijn we nog gewoon de beste matties. Ja, precies. Een mens ziet echt alleen maar hetgene wat ze op het podium doet, maar niet wat ze ervoor gedaan heeft vanaf dat ik haar ken. Dus we praten over ruim 16 jaar, dat ze al zo lang eigenlijk bezig is met muziek. En gewoon elke gig genomen die ze kon nemen om zichzelf te representeren als Sabrina Starke. Het is echt mooi om er nu gewoon te zien als echt een goede Nederlandse artiest. En ik ben echt trots op haar. And in my heart, I know that freedom. Muziek is gewoon heel belangrijk voor mij. Het is mijn passie. Het is mijn grootste passie, sowieso. Ja, ik ben heel dankbaar en blij dat ik muziek kan maken en songs kan maken. Ja, dingen kan delen met mensen middels muziek. Mijn grootste droom is gewoon een internationale carrière. En daar werk ik aan. En ik geloof dat het mogelijk is, maar gewoon hard blijven werken.